Deze video gaat over de oppervlakte van een trapezium. In deze video ga ik je laten zien hoe je de oppervlakte van een trapezium kunt berekenen en we gaan een voorbeeld bespreken waarin we deze kennis gaan toepassen. Maar allereerst, hoe bereken je de oppervlakte van een trapezium? En kijk even naar het figuur wat je hiernaast me ziet. Dit is een trapezium. Laten we het eerst even hebben over hoe je een trapezium eigenlijk herkent. Want als je niet weet hoe je kunt herkennen, ja, dat heeft het natuurlijk ook geen zin om de formule van de oppervlakte te leren. Je herkent een trapezium aan het feit dat het een vierhoek is, waarvan twee zijden evenwijdig aan elkaar zijn. Dus als je kijkt naar trapezium ABCD, dan zie je dat de zijden van A naar B en de zijden van C naar D, die zijn evenwijdig aan elkaar. Dan kun je ook zien omdat hier een pijltje in staat, dus die twee zijden zijn evenwijdig. Die andere twee zijden, AD en BC, zijn niet evenwijdig aan elkaar. Heel vaak staan die twee zijden ook een beetje naar binnen. We hebben dus nu aan de voorwaarden voldaan. Er zijn twee zijden evenwijdig aan elkaar. Het is een vierhoek en dus is hier sprake van een trapezium. Nu gaan we kijken hoe je de oppervlakte van zo'n trapezium kunt berekenen. Dat doe je als volgt met behulp van deze formule. De oppervlakte is gelijk aan een half keer tussen haakjes a plus b keer de hoogte. En wat bedoelen we met die a plus b? Nou, met a plus b bedoelen we dat je de lengte van de twee evenwijdige zijden bij elkaar op moet tellen. Dus met de a bedoelen we de eerste evenwijdige zijde. Dat is eigenlijk vaak die bovenste. Ja, dat is deze. Dat is zijde a. En met de b bedoelen we dan die andere evenwijdige zijde. Dat is vaak de onderste. Dus dat is de zijde hier onderin. Dus je doet een half keer de lengte van deze zijde plus de lengte van deze zijde. Keer de hoogte. Met de hoogte van het trapezium bedoelen we dat je een hoogtelijn in de trapezium moet gaan tekenen. En die hoogtelijn die moet ook weer loodrecht staan op een van die twee evenwijdige zijden. En net zoals bijvoorbeeld bij een parallelogram of een driehoek. Nou, als we die hoogtelijn zouden willen tekenen in dit trapezium, dan pakken we onze geode weer even bij. En loodrecht teken je met die lijn hier in het midden. Je legt dan je geo op de zijde van A naar B en dan ga je loodrecht tekenen. En als je dat doet, dan moet je de lijn tekenen tot aan een hoekpunt aan de overkant. Dus in dit geval, als ik loodrecht op AB zou willen tekenen, leg ik mijn geo hier op. En dan teken ik mijn hoogtelijn vanaf AB tot en met het punt D. Dat gaan we nu even doen. Dus vanaf AB tekenen we loodrecht naar het punt D. Een stippellijntje. En die stippellijn, dat is dus onze hoogtelijn. Nou, je ziet de stippellijn hier getekend. Ik had hem ook prima aan de andere kant kunnen tekenen. Dat was geen probleem geweest. Hè? Dus gewoon vanaf C loodrecht naar beneden. Het kan op meerdere manieren. Je kan hem ook nog buiten het trapezium tekenen. Hij kan bijvoorbeeld vanaf A loodrecht omhoog. En dan hier ook nog een klein stukje, CD verlengen. Het mag allemaal. Als je maar die hoogtelijn loodrecht tekent op een van die twee evenwijdige zijden. Ook bij een trapezium geldt dit is een hoogtelijn, dus maak hier een hoek van 90 graden. Hè. Teken even dat vierkantje erin. En hier ontstaat een nieuw punt, dat is het punt E. Dus zet dat punt E hier ook even neer. Nu kunnen we opschrijven hoe we hier de oppervlakte van het trapezium zouden berekenen in letters. Je krijgt dan de oppervlakte is gelijk aan een half keer en dan tussen haakjes A plus B. En a is dus de ene evenwijdige zijde, dus dat is die bovenste, cd. Dus tussen haakjes cd. Plus, en de b is de andere evenwijdige zijde, dat is die onderste, dat is de hele zijde van a naar b. Dus plus ab. En vervolgens doen we keer de hoogte. En de hoogte, dat is dus deze lijn hier, dat is dus de lijn de. Dus keer de. Nou, en op deze manier kun je dus de oppervlakte van een trapezium berekenen. En nu we dat weten is het tijd voor een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier naast mij staan. Het voorbeeld zie je we moeten de oppervlakte berekenen van trapezium ABCD en dat trapezium is hier getekend. Je ziet weer er zijn hier twee lijnen, de lijn AB en CD die zijn evenwijdig aan elkaar. Dat staat er hier niet bij maar er staat wel het is een trapezium dus dan mag je ervan uitgaan dat dat deze twee zijden zijn die evenwijdig zijn. We moeten van dit trapezium de oppervlakte berekenen. Nou, het valt me op dat we hier een lengte hebben van 40, hier een lengte van 20 en er is ook nog hier een soort van lengte gegeven en dat is de lengte van beneden naar boven, die is 15. We gaan de oppervlakte berekenen. Het eerste wat we gaan doen is, zoals we net hebben geleerd, deze formule noteren. Dus we noteren, de oppervlakte is gelijk aan een half tussen haakjes a plus b keer de hoogte. Nou, nu gaan we onze oppervlakteformule invullen in letters. Dat doen we eigenlijk op dezelfde manier zoals we dat hier ook hebben gedaan. Dus we gaan doen, de oppervlakte is een half keer a plus b. En dan is de vraag, wat is hier de a en wat is hier de b? Nou, ik had net verteld, de a en de b, dat zijn de twee evenwijdige zijden. Dus de a, dat is de ene evenwijdige zijde. Dat is hier cd. En de b is die ander. Dat is de zijde van a naar b. Dus je krijgt dan, de oppervlakte is gelijk aan een half. En dan tussen haakjes, nou a was die bovenste, dus dat is cd. Plus, en b dat was die onderste, dat is dus ab. Dus cd plus ab. En voor de hoogte geldt dat die loodrecht moet staan op één van die twee evenwijdige zijden. Nou net hadden we die hoogte zelf getekend, hè. die hoogte dat is hier. De. En je kunt zo'n soortgelijke hoogtelijn ook hierin tekenen. Dus dat gaan we even doen. We pakken even onze geo erbij en we gaan die hoogtelijn even tekenen. Dus we tekenen de lijn vanaf D loodrecht naar beneden. En dan maken we even een stippellijntje. En dat stippellijntje, die hoogtelijn, maakt hier een hoek van 90 graden. En daar ontstaat dan ook een nieuw punt. En dat is het punt E. Nou, dE, dat is nu onze hoogterrein, want die staat loodrecht op één van die twee evenwijdige zijden. Dus wij kunnen noteren keer dE. En nu hebben we de formule ingevuld in letters. Nu gaan we hem invullen in cijfers. Dus we noteren, de oppervlakte is gelijk aan een half keer. En dan tussen haakjes hebben we CD plus AB. Nou, CD is 20 en die ander is 40, dus we krijgen tussen haakjes. 20 plus 40 en nu is de vraag wat is de lengte van DE? De lengte van DE staat er niet direct naast, maar hier aan de zijkant staat gegeven dat van boven tot onder, dus eigenlijk ook van D naar E, dat is gelijk aan 15. Dus we kunnen nog noteren hier keer 15. Nou, nu hebben we het helemaal ingevuld. Nu is het nog een kwestie van even uitrekenen. 20 plus 40 is 60. 60 keer een half dat wordt 30. 30 keer 15 is 450. Dus dit is 450. En denk er weer aan, het is in millimeter, dus we moeten noteren, vierkante millimeter. Want het gaat over oppervlakte. En nu hebben we deze opgave helemaal netjes uitgewerkt. Dus wat hebben we geleerd in deze video? Als je de oppervlakte van een trapezium wil berekenen, dan doe je dus een half keer a plus b keer de hoogte. A plus B dat wil zeggen neem de lengte van de ene evenwijdige zijde en die ander en tel ze bij elkaar op. De hoogtelijn vind je eigenlijk op dezelfde manier als bij een parallelogram. Dus je pakt een van die twee evenwijdige lijnen en daar teken je een loodrechte lijn op. Dus dat is hier van D naar E loodrecht naar beneden. Nou, soms weet je die lengte van D naar E niet in één keer, maar dan moet je dus goed kijken. Zoals bij dit voorbeeld. De lengte staat hier aan de zijkant. Dan is het een kwestie van invullen. Netjes uitwerken en als je dat op deze manier doet, dan krijg je alle punten op het proefwerk. Handig hè, zo'n uitlegvideo? Wil je nou nog meer handige uitlegvideo's? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zorg ik ervoor dat jij als eerste op de hoogte bent als ik een nieuwe video publiceer.